Als waterschappen zijn we al langer bezig met de doelgroep MBO. Een van de grote aanleidingen was ook dat we met vakkanjers meegedaan hebben. En dat is ons erg goed bevallen. Een thema wat ging over wateroverlast en waarbij VMBO en vooral ook MBO-leerlingen met oplossingen daarvoor aan de slag gingen. Dus aan de kant van de waterschappen hebben we het MBO als speerpunt gemaakt van onze onderwijsstrategie. En eigenlijk voor twee redenen. Dat is, we hebben veel MBO'ers nodig voor ons werk, ook bij onze onderaannemers. Maar eigenlijk nog belangrijker, heel veel MBO'ers doen beroepen die voor de waterschappen heel belangrijk zijn. Zoals hoveniers, mensen in de landbouw. Ja, die voeren het werk uit waar voor ons het verschil gemaakt wordt. En waar het gaat om gezond water, om gezonde bodem, om het voorkomen van droogte bijvoorbeeld. Dus vandaar dat we ja, eigenlijk op verschillende fronten ook al bezig zijn om de samenwerking met het MBO te versterken, waaronder ook dat we lid zijn geworden van het Groenpact. En deze sessie ook beleggen, omdat we graag heel ja, goed van de docenten willen horen, van jullie, waar jullie behoefte aan hebben en ook graag met jullie willen delen ja, wat wij als waterschap aan uitdagingen hebben en wat wij te bieden hebben. Dus ja, wat mij betreft, hartelijk dank dat jullie allen hierbij zijn. En ik kijk uit naar een hele mooie bijeenkomst. Dankjewel, Bram en Rob. Ik ga mijn scherm delen. Kijken of dat goed gaat. Even kijken. Hebben jullie die nu? Zien jullie mijn presentatie op dit moment? Ja, niet full Ja? screen. Nog niet, hè? Oké. Dan Niet full screen. dit moment wel, hè? Ja, goed. Ja, klimaatadaptatie. En wat we daarin voor het MBO in gedachten hadden. En graag horen we van jullie nou, of dit met je aansluit bij wat jullie voor ogen hebben. Dit is ongeveer het programma. Ik zal in 10 minuutjes even heel kort het onderwerp neerzetten. Klimaatadaptatie, waar hebben we het dan over? Daarna zal Annemieke, weer van een ander waterschap. We zitten in een werkgroepje met zo'n 6 mensen van 6 verschillende waterschappen. In Nederland zijn geloof ik, wat is het, 22 waterschappen of 21. En nou, 6 daarvan zijn vertegenwoordigd in een werkgroepje en wij zijn samen hiermee bezig. Annemieke gaat in op een toolbox. Dus we hebben ideeën voor hoe kunnen we dat aan jullie presenteren voor het MBO. Daarna gaan we graag met jullie in gesprek in groepjes. En dan een terugkoppeling. En tot slot, er was geen kwartier nodig, begreep ik van Monique zelf is er niet, klopt hè? Maar iemand anders die zal vanuit het waternetwerk een korte toelichting geven op de MBO-prijs. En dan hopen we uiterlijk 5 uur klaar te zijn. Dus ik begin met klimaatadaptatie. Nou, dit soort plaatjes zijn jullie vast bekend. Sterker nog, heel onlangs nog, hè, vorige week. Wanneer was het? In grote delen van het land, Noord-Holland in ieder geval, weet ik, was zwaar getroffen. Maar ook ja, andere delen van het land. Ongelooflijk hoeveelheden water die in korte tijd naar beneden komen. Dat is een van de effecten van klimaatverandering. En de uitdaging is voor ons van niet zozeer het klimaat. Je kan klimaatmitigatie, dat is het voorkomen van klimaatverandering. Ik hoor allemaal geluid op de achtergrond. Ik weet niet of iemand zijn microfoon kan uitzetten. Ja, dat is beter. Ja, dank. Dus je kan klimaatverandering voorkomen. Dat is klimaatmitigatie. Dat is het tegengaan van CO2-uitstoot. Maar als waterschappen zijn we vooral gericht op het klimaat. Ja, eigenlijk aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. En dat heet klimaatadaptatie. Dus, maar voordat ik daarop verder ga, eventjes heel kort, misschien hebben jullie een idee van waterschappen, ja, iets met water, maar wat doen die nou precies? Dus heel kort even, wat doen we eigenlijk als waterschappen? Heel kort gezegd gebruiken we als leus wel eens droge voeten, schoon water en voldoende water, noemen we dan ook vaak. Dus droge voeten en schoon water en voldoende water, dat is waar we voor staan. Nou, hier linksboven zie je de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Er zijn er een stuk of 100 van in Nederland. Dus het rioolwater wordt schoongemaakt. Als dat schoon is, dan leiden we dat naar de rivieren. Rechtsboven zie je eigenlijk het peilbeheer, zoals we dat noemen. Dus we hebben een heel systeem van sloten, watergangen, gemalen, stuwen, etc. Ja, we zorgen als waterschappen dat er niet te veel water is en niet te weinig water. Dus het peil moet goed worden gereguleerd.
Als het droog is, dan voeren we juist water in vanuit de rivieren land in. En als het juist heel nat is, dan moeten we hard pompen, zodat het water weggevoerd wordt naar, uiteindelijk naar zee. Linksonder zie je een plaatje van, ja, prachtig, mooi, idyllisch plaatje. Dat gaat over waterkwaliteit, had ik die in gedachten. Dus we zorgen voor schoon oppervlaktewater. Zeker als het heet is. We hebben in Nederland nog gewoon intensieve landbouw bijvoorbeeld. Dus er komen veel voedingsstoffen en nutriënten in het water. Dan komen we ook allerlei problemen, zoals blauwe algen. Dat is ook weer actueel nu. Nou, als waterschappen proberen we te kijken van hoe kunnen we dat soort problemen tegengaan en zorgen voor schoon oppervlaktewater. En tot slot, misschien wel het bekendste, rechtsonder, hè, de dijken, de waterkeringen zoals we die noemen. Dat is wat we als waterschappen doen. Hoe houden we het water uit de zee en uit de grote rivieren weg van het land? Dus hoe houden we ons land droog? Dus vandaar die droge voeten. Dit even in globaal over waterschappen algemeen. Maar ik wil nu vooral ingaan met jullie op het onderwerp klimaatverandering en klimaatadaptatie. Want dat is voor ons echt een grote uitdaging. Dit soort plaatjes, je ziet ze linksonder, dat is misschien een beetje romantisering. Prachtige, mooie plaatjes levert het op. Maar je ziet daar een gigantische hoofdbuien komen. In hele korte tijd gewoon gigantische hoeveelheden water. En dat gebeurt steeds vaker. KNMI, deze uitspraak van die ik daar neer heb gezet. De buien van 2050 vallen nu al, zeiden ze. Dat zeiden ze geloof ik al een jaar of 10 geleden. Dus ze hebben allerlei klimaatprognoses, modellen. En ze hadden gedacht van nou, die klimaatverandering die komt eraan. Maar die klimaatverandering is niet iets van de toekomst. Dat is nu aan de gang. En dat merk je. Dat die extreme buien, daar hebben we nu mee te maken. Dus het is niet zozeer dat er meer regen valt over het hele jaar genomen. Maar ik geloof dat wel. Toen ik op school zat, 20, 30 jaar geleden, was het 750 mm per jaar gemiddeld. En nu is het 850 mm per jaar, zoiets. Maar het gaat in korte tijd. Dus in hele korte tijd valt er ongelooflijk veel water. En dan zie je dit soort scenario's als daar rechts. Gewoon het riool kan dat niet hebben. Al dat water, dat moet ergens naartoe. Nou, het stroomt naar het laatste punt. Hè. Dat zijn vaak rioolafvoerputjes. En het riool stroomt gewoon hartstikke vol. En dan krijg je dit soort situaties dat het riool gewoon overstroomt. Dus ook, ik ga nog even terug, dit soort plaatjes ziet wel eens kinderen zwemmen in dit soort water. Wij zeggen niet doen, want dit is eigenlijk gewoon verdund rioolwater. Dus het is gewoon rioolwater wat niet meer in het riool past. En dan komt rioolwater op straat of erger nog gewoon in de huizen. Je hebt ook situaties, trouwens misschien nog wel leuk om een keer op YouTube te kijken op, als je zoekt op toilet overstroomd, hoosbui of zoiets. Dan komt er echt, dat gebeurt ook wel eens, dat het water, ik hoop niet dat u dat zelf heeft meegemaakt, maar dat het water in het toilet omhoog komt. Hè? Dus dat het riool gewoon zo overbelast is dat er weer in het toilet omhoog komt. Nou, dat willen we natuurlijk absoluut niet. Dus daarom hebben we, dat heet water riool overstort. Dan hebben we het liever dat we het rioolwater dan maar in de singels, in de grachten, in de sloten lozen, dan dat het bij mensen in het toilet naar boven komt. Maar goed, dat heeft allerlei nadelige gevolgen, dus dat willen we ook niet. Dus dit is een probleem. Dus dit willen we als waterschap tegengaan. Ik zal zo ingaan hoe we dat doen. De andere kant van klimaatverandering is de extreme droogte juist, of de hitte. Dan zie je dus enerzijds die extreme buien, maar aan de andere kant ook juist periodes van droogte. Rechtsboven zie je een kaartje van temperatuurverschillen. Dan zie je bijvoorbeeld in Den Haag, daar ten opzichte van die blauwe polders, hè, dus de temperatuur is hoe roder, hoe warmer. Dat kan tot wel zo'n, ik geloof zo'n 10 graden of zelfs meer schelen. Terwijl gewoon dezelfde luchttemperatuur in principe is. Hè? Maar gewoon, en dat komt puur door al dat steen. En ten opzichte van gewoon de groene polder, waar ook meer water is. Dus ja, dit soort plaatjes als beneden, hè, gewoon een één grote versteende wijk. Ja, dat is een en al asfalt of dakpannen of bitumen. Of, ja, al die warmte die wordt daar lekker opgeslagen en die bij elkaar. Zorgt dat voor hittestress. Ik las, hebben jullie vast meegekregen vorige week, afgelopen week nog, wanneer was het geloof ik in Canada, dat er zelfs weer een nieuwe record, 49,7 graden Celsius. Nou, dat soort berichten lees je steeds vaker. Ook in Nederland natuurlijk steeds vaker, periode echte hittegolven. En dat is ook een probleem, dus en daar helpt, dat komt ook door enerzijds verharding, verstening, verstedelijking. Dat zijn allemaal ontwikkelingen gecombineerd met die klimaatverandering, dat we met allemaal problemen zitten. En de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Dus dat is eigenlijk de vraag van, wat doen we hier als waterschappen tegen? Ik wil heel kort in sneltreinvaart eigenlijk wat voorbeeldjes noemen, om, ik dacht ervan, nou, we gericht ook op het mbo, praktisch even wat voorbeelden laten zien. In heel kort bestek is het vasthouden, bergen en afvoeren.
afvoeren, dat is van oudsher van ons eigenlijk de kracht van het waterschap. Wij weten heel goed gewoon water zo snel mogelijk naar zee te transporteren. Maar het wordt steeds lastiger, want er valt zoveel water in korte tijd, steeds vaker, dat we het gewoon onmogelijk kunnen afvoeren. De pompcapaciteit is niet genoeg, of de capaciteit van het hele watersysteem. Dan zouden we sloten moeten verbreden, verdiepen, etc. Ja, dat heeft nogal complicaties. Dat zou een gigantische, dure onderneming zijn. Dus we moeten veel meer gaan kijken naar hoe kunnen we het water vasthouden. Of bergen noemen we dat. Dus dat is eigenlijk het tijdelijk vasthouden waarna we het daarna kunnen afvoeren. Maar vasthouden, het idee is eigenlijk heel simpel. We moeten de stad of de gebouwde omgeving inrichten als een spons. Dus het water wat er valt, dat moeten we op die plek vasthouden, daar waar het valt. En ik ga even een paar voorbeeldjes laten zien. Ik werk zelf bij het waterschap Schieland, hoofdwetenschap van Schieland en de Kimpenwaard. Dat is in Rotterdam, dus ik heb een paar voorbeelden van Rotterdam ook. Een waterplein, je ziet hier links, dat is het Bentenplein in Rotterdam, vlakbij het Hofplein. Daar, ja, dat is gewoon pleinen die je zo inricht dat als er heel veel water valt, dan kan het water gewoon opgeslagen worden tijdelijk in dat soort plekken. Dus de grootste deel van de tijd is dat gewoon recreatie, dat is ook een theater, et cetera, dat kan van alles. Maar een paar momenten van het jaar, ik geloof 5 keer per jaar of zoiets, hè, dat gebeurt, dus niet zo heel veel, dan staat het gewoon vol met water. En dan later wordt het vertraagd afgevoerd als er weer capaciteit is in het riool of in de simos. Rechts een wat grootschaliger voorbeeld van waterberging. Dit is de Eendrachtspolder, dus ten noorden van Rotterdam. Vlak aan de Rotte. Bij Zevenhuizen, daar hebben we, ja, dat is eigenlijk gewoon een roeibaan is dat. Maar daar hebben we een dijk omheen gelegd. En als het heel hard regent en de rivier de Rotte dreigt het niet te kunnen houden, dan kunnen we, ik geloof, 4 miljard liter water in die waterberging tijdelijk opslaan. Zodat in ieder geval die Rotte niet overstroomt en dat we het water wel door kunnen blijven pompen om het gebied eromheen droog te houden. Ook een voorbeeld in Rotterdam links, dat is een museumparkgarage bij het museumpark. Daar is gewoon een garage en er zitten een aantal ruimtes waar gewoon rioolwater kan worden opgeslagen. Dus om te voorkomen dat het riool overstroomt, hebben we daar, ik weet niet hoeveel miljoen liter water, kun je daar tijdelijk aan gewoon rioolwater echt opslaan. Rechts een ander voorbeeld van hoe je water kunt bergen. Dit zijn allemaal infiltratiekratten, zo 60, 70 centimeter hoog of zo. En de idee is dan dat daarboven gewoon bestrating komt, hè, tegels, et cetera. Maar dus daar zie je niks van. Maar steeds vaker passen we dit toe, dat gewoon ook onder pleinen of plekken waar het water dan weg kan zakken in onder de grond. En dat wordt dan opgeslagen in dit soort infiltratiekratten. Alles met als doel dus om het riool te ontlasten, zodat er geen wateroverlast komt door al dat water wat op straat komt. Groene daken, nou, dat is een logische. Hè? Groen houdt ook water vast. Dus allemaal vertraagde afvoer van hemelwater. En rechts heb ik ook nog even als voorbeeldje slimme groen-blauwe daken. Dus niet, dus onder dat groen kun je ook nog een soort van dat soort infiltratiekratten. Je ziet hier niet goed, maar hieronder zitten ook allerlei waterbergingscapaciteit. En dat slimme heb ik erbij gezet, want er zijn steeds meer toepassingen dat er dan, dus die communiceert eigenlijk met een soort buienradar. Dus het idee is dan dat die waterberging ook, het is handig dat je dat water kunt opslaan, zodat je dat kunt gebruiken bijvoorbeeld om bijvoorbeeld toiletten door te spoelen, dat zou ook kunnen, hè? Of dat je het groen water geeft. Maar het idee is dat je ook preventief, als je weet van hey, er komt over 3 uur een zware hoosbui, dat je dan al dat soort capaciteit leeg kunt maken. Dus dat is het slimme, dat je anticipeert op een regenbui door te zeggen oké, we gaan nu alvast water afvoeren naar het riool, want nu is de capaciteit en straks niet, zodat we die capaciteit kunnen gebruiken voor als we het nodig hebben straks bij die hoosbui. Nou, een wadi is een voorbeeld van waar je gewoon een verdieping in het groen, waar dan, dat kan droog staan als het droog is en als het nat is, komt dat vol met water. Rechts, ik woon zelf in Utrecht, hebben we de Stadsbruitengracht, die is verlengd. Hè? Jullie kennen het misschien wel, vroeger liep hier een dwars door de snelweg, dwars door de stad een snelweg en nu is het weer mooi gewoon een gracht. We willen eigenlijk gewoon meer water, omdat water ook, dat wordt geborgen, dat is gewoon wateropslag. Dat is een manier om water ook vast te houden en zeker als je peilverhogingen ook nog die mogelijkheden daarvoor hebt. Nou, tot slot nog vergroening. Dat spreekt voor zich, hè. Hier zie je het heel letterlijk. Groen tegel eruit, een plankje erin. U heeft misschien wel die campagne gehoord. Groen is gewoon een spons, dus we willen gewoon veel meer sponsen in de stad, hè, zo gezegd.
Geveltuinen zijn daar ook een eenvoudige oplossing van. Dus, en, dat is naast ook de hittestress die je tegengaat, biodiversiteit die het, hè, dat zijn andere problemen waarmee te maken hebben. Dus het is niet alleen het water, ik focus nu vooral op het waterperspectief. Gezondheid ook, het schijnt dat als je op groen kijkt, dan is dat gewoon gezonder. Dus je gaat ook stress tegen, et cetera. Dus het heeft allerlei voordelen. Afkoppelen, ik weet niet of jullie die term kennen, dat is eigenlijk het idee van in principe bijna alle, of nou ja, niet alle, maar veel regenwater wat er valt op de daken, dat gaat eigenlijk via regenpijpen allemaal de riool in. Terwijl dat is eigenlijk zonde, hè? Want regenwater, dat is gewoon schoon water. Dat moet gewoon de bodem inzakken, dat komt uiteindelijk bij het grondwater dan. En nu is het zo dat heel veel regenwater, zeker in de oudere steden, maar tegenwoordig heb je ook gemengde riolering, gescheiden riolering, dat het los is van elkaar. Maar zeker in oudere steden is het gewoon heel zonde dat je al dat schone regenwater gewoon het riool laat gaan. En als je het dan toch afkoppelt, zou ik zeggen, zet er dan een regenton tussen, dan heb je ook nog ergens wat water wat je kunt gebruiken voor allerlei toepassingen. Dat is in de tuin, maar ook ramen zeemen. Er zit geen kalk in, krijg je geen strepen op de ramen, dat soort dingen. Oké, ik rond af. De conclusie, klimaatadaptatie, daar moeten we echt, daar kunnen we niet zonder. Het is noodzakelijk om de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten. We hebben te maken met een gigantische bouwopgave ook de komende jaren. Je hoort politici al spreken over we moeten bouwen. Nou, als het aan ons ligt als waterschappen, niet alleen de waterschappen, maar ook gemeenten, andere overheden, we zien graag dat zo klimaatbestendig mogelijk gebeurt. En wie gaan daarvoor zorgen? Dat zijn vooral ook mensen van het MBO. Dus MBO'ers, die hebben we heel hard nodig. Niet alleen bij de waterschappen, maar ook gewoon samen met, we werken als waterschap met allerlei andere partijen. En die klimaatadaptatie, daar moeten we echt met z'n allen aan werken om de openbare ruimte leefbaar te houden. Dat is eigenlijk mijn verhaal. En dit is een beetje een geromatiseerd plaatje hier links met de flamingo's, maar dit is... Wat we graag dan, misschien ziet Nederland er zo over 30, 40 jaar uit. Ja, ik denk dat dit voor wat mij betreft, ik weet niet of er vragen zijn, dan kan dat via de chat of Rob, als er iets is, val even binnen. En anders zou ik zeggen, ik weet niet of ik een beetje op de tijd gehouden heb, anders dan zou ik zeggen snel naar Annemieke. Annemieke gaat dan in op de toolbox, dus concrete toepassingen hoe we dit in de vorm van lesmateriaal zouden willen overbrengen. Ja, Annemieke zegt ook nog dat er slimme regentonnen bestaan. Maar het is ook leuk voor studenten om die te ontwerpen. Huh? Ja, en het is een andere zelfs... Annemieke, denk ik. Ja. Oh, Annemieke van Gijs. Oh, sorry. Ja. Ja. Meerdere Annemieke's aan boord vandaag. Ja. Ja. Ja, en als het zo doorgaat met de temperaturen hierop in Nederland, dan krijgen we steeds meer flamingo's, daar ben ik van overtuigd. Dus dat plaatje kan wel heel reëel worden. Oké, Annemieke, aan jou het woord. Yes. Ja, als Neil dat stopt met delen, dan hebben we afgesproken dat ik nu deel. En dan ga ik eventjes in op... Want nu zien jullie mij waarschijnlijk ook even in beeld, of niet? Dan weet je even wie praat. Ik ben altijd aan het zoeken langs al die hoofdjes. Van wie is er nou aan het praten? Ik ben Annemieke. Ik werk inderdaad bij een heel ander waterschap. Ik werk in Groningen. Bij waterschap Noorderzijlvest. En dat is superleuk om adviseurs te hebben door het hele land. Waar we eigenlijk deels met hetzelfde bezig zijn. En deels ook accentverschillen hebben. Ik ga verder met de presentatie. Ik zal hem delen. Even kijken. Mirjam had nog een mooie vraag van Bre, maar dat doen we wel na deze presentatie. Dat is goed. Ja. Ik ga niet heel lang zijn, aan het woord zijn, maar ik wil wel heel graag jullie even door... wat zijn dan ideeën om zo'n groot, ingrijpend onderwerp als klimaatadaptatie dan te brengen? En wij zijn eigenlijk toegekomen tot een soort toolbox. Dus eigenlijk met heel veel verschillende onderwerpen en invalshoeken... een onderwerp als dit onder de aandacht te brengen. We kwamen bijvoorbeeld op filmpjes, infographics, kaartmateriaal, opdrachten op het gebied van onderzoek en ontwerpen, online tools, challenges zoals proefjes of een quiz, ruimte voor een gastles en beroepsprofielen. En die wil ik allemaal eventjes bij langs lopen. Zullen we afspreken, Rob, dat als er iets misgaat, of als je het beeld niet goed ziet, dat jij dan even inbreekt? Dan weet ik even wat ik zie, nu alleen jou. Dus dank erop.
Maar het gaat helemaal goed zo. Ja. Ja, filmpjes. Tal van filmpjes te vinden als je, als je waterschap intoetst op Google of YouTube. Daar vind je genoeg. Maar we willen heel graag in die toolbox dan een goede selectie maken. En ook gestructureerd. Dus wat wil je weten van het waterschap? Wat zijn de onderwerpen die je kan behandelen? Er is heel veel materiaal, maar ik wou dit filmpje even laten zien. Van Helga van Leur. Afgesproken dat ik eventjes het opnieuw zou delen. Zien jullie mij nu weer? Ja. Nee, het gaat nog niet goed. Oh. Ja, ja, je ziet mij hè, nu. Ja, we zien de hele groep zien. Ja, dat was de bedoeling. Oké. Okay. Even een filmpje van Helga van Leur, om even in te komen. Ja. Het aantal keren dat extreme kou voorkomt, neemt af. Maar de perioden met hitte en droogte komen juist vaker voor. En daarmee verschuift onze gemiddelde jaartemperatuur naar de warmere regionen. Ik zeg, welkom in ons nieuwe klimaat. Deze winter viel in elk geval voldoende regenwater. Veel zelfs. En dat past in het beeld dat onze winters steeds natter worden. Ja, wie kent dit nog? In de 20e eeuw konden we maar liefst 15 keer een Elfstedentocht houden. Tegenwoordig is die kans toch maar eens in de 100 jaar. Nou, bij de start van de meteorologische zomer hadden we meteen een hittegolf te pakken. En dat was niet voor iedereen een pretje. Maar juist toen eindelijk de meeste mensen vakantie kregen, sloeg het weer om. Het werd zeer wisselvallig. Yes. Even kijken. Zo, terug naar mijn presentatie. Even een voorbeeldje van tal van leuke filmpjes die er zijn. Sommige ontwikkeld door de waterschappen zelf. Zoals deze van Helga van Leur is ontwikkeld door een van de waterschappen. Sommige doen ons allemaal samen. En sommige leggen het gewoon heel goed uit. Nou, in de toolbox willen we zeker een mooie selectie daarvan maken. Een van de voorbeelden. Om verder te gaan. Infographics. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van een website met hele interactieve infographics. Ik wou er even heen. Zien jullie dit? Zien jullie van Amsterdam Rainproof de website? Ja. Dus als je hier bijvoorbeeld op klikt, hij is interactief. Je kunt hier precies zien van, is jouw tuin al klaar voor de volgende hoofdbui? Op straatniveau kan je klikken. Krijg je weer een andere infographic. Nou, dit soort dingen willen we dus dan in die toolbox doen. Regionale kaarten. We zijn dol op kaarten bij het waterschap. We zijn natuurlijk ook echt gebiedsorganisaties, dus we hebben veel kaarten. Ik woon zelf in Groningen, dus ik heb inderdaad hier een voorbeeld van de wateroverlastkaart van de gemeente Groningen. Waar zitten nou de knelpunten? Rechts zie je ook een waterschapskaart waar je bijvoorbeeld doorbraaklocaties ziet waar zwakke punten zitten in de zeedijken. Of waar extra controle is bijvoorbeeld. Daarnaast wat we fijn zouden vinden in de toolbox, of wat wij voor ogen hebben, zijn verschillende opdrachten. Dit is een opdracht die wij heel erg leuk vinden, de watervriendelijke tuin. Waarin je studenten uitnodigt om als tuinarchitect een opdracht aan te nemen van ons, van het waterschap. Wij zijn dan de opdrachtgever. En dan rekening te houden met het klimaat. En de opdracht is dan om een watervriendelijke mooie tuin in te richten van mens en dier. Met allerlei, die kan je natuurlijk samen afspreken met allerlei specificaties. En waarbij je dan rekening moet houden met allerlei eisen waarvan het vanuit de opdrachtgever inderdaad de bedoeling is om dat toekomstgericht te doen. Nou, hier zijn heel veel varianten op te verzinnen. In het noorden hebben we bijvoorbeeld elk jaar een event waarin we aan de slag gaan met een stedelijk gebied. En dan laten we de leerlingen een stedelijk gebied uitkiezen bij hen in de buurt. En mogen ze dan toekomstgericht inrichten. Ook bijvoorbeeld met oog op biodiversiteit of groene energie. En daarnaast dan klimaatadaptatie. Dus zo willen we eigenlijk de studenten de adviseur laten zijn. In de toolbox zouden we het ook leuk vinden om online tools te gebruiken. Misschien voorbeelden van een Mentimeter, om zo'n mooie wolk te maken zoals je het midden ziet. Met vragen daarvoor om helemaal rechts Wheel Decide te gebruiken. Waarmee je aan het Rad van Fortuin kan draaien, waarbij je allerlei antwoorden in kan zetten. En hier links zie je Sense Steps.
Dus ja, zou je bijvoorbeeld een quiz mee kunnen maken of kennisvragen waarbij je met je mobiel kan antwoorden. Een beetje een volwassenere versie van Kahoot. Challenges zouden we in de toolbox willen doen. Nou, waaronder quizjes misschien over de klimaatverandering. Maar ook proefjes die je in de klas kan doen. Kleine opdrachten zoals je hier rechts ziet. Een infiltratiedracht maken of een wadi waar Neeld het ook over had. Uiteraard ook vinden we het belangrijk dat er ruimte moet zijn om een gastles van het waterschap in te passen. Dat zou mooi zijn als het bijvoorbeeld als we op de regio willen richten of op eigen projecten in de buurt. Dan is het heel erg mooi als er een specialist van het waterschap komt om de toolbox aan te vullen. Nou, en tenslotte is het denk ik ook heel erg belangrijk om te laten zien wat je dan eigenlijk kan worden bij het waterschap. Dit is een mooie pagina van de Unie van Waterschappen. Ik hoop dat jullie met me meekijken, dat jullie het nu ook zien. Dit is een pagina met alle beroepen die je kan worden. Bijvoorbeeld pijlbeheerder, als je dan hierop drukt, krijg je een zeer uitgebreide functieomschrijving. Maar het leukste wat ik vind is ook dat mensen, nou, die dat werk dan ook van doen. Dus dit is Jan Willem, die vertelt waarom die pijlbeheerder is, wat hij daar leuk aan vindt en wat zijn werk inhoudt. Nou, dit zijn dingen die we dus voor ons zien. En we willen heel graag in groepjes uiteen om met jullie eventjes aan te voelen van, nou, zitten we een beetje in de richting? Hebben we een mooie samenwerking in het vooruitzicht? En zitten we op de goede weg? Wat betreft de toolbox willen we dan heel graag weten, ja, zijn dit ingrediënten die jullie aanspreken? Of missen jullie misschien ingrediënten? Of heb je misschien een hele andere behoefte dan zoals wij het voor ons zien, hè? Dan al die bouwstenen, misschien wil je wel heel iets anders. Of zeg je van, nou, er is juist één ding die eruit springt en laat de rest maar zitten. Nou, dat soort dingen willen we gewoon heel graag horen. Maar ook over het onderwerp klimaatadaptatie zelf horen we graag in de groepjes van, nou, is dat dan zo duidelijk genoeg wat wij voor ogen hebben, hoe het waterschap in dit onderwerp staat, sluit het aan en bij welke richtingen dan, bij welk niveau, bij welk leerjaar en ook hoeveel tijd en ruimte is er om daaraan te besteden. Dus ja, volgens mij is de uitdaging nu om, kijken, er waren hoeveel groepjes? Vier groepen, ja. Laten we proberen als elk groepje in één minuut een terugkoppeling te geven van welke belangrijke punten daar genoemd zijn die we even moeten delen. Is dat handig? Ja, goed idee. En dan bij mij is Annemiek van der Land is de eerste. Ja, bij ons gaat Tom het even vertellen. Nou, één minuut. Ik had het beloofd. Geen grote presentatie, dus ga je gewoon. Ja. Ja, we zaten in het groepje van Annemiek met Barry, Roeland, Carla, Joffrey, Ties, Joris en Aisha. Wij kwamen bij de eerste vraag van het onderwerp klimaatadaptatie. Het was ons wel duidelijk wat daar voor ogen was. Nou, dat is de vraag. Welke richtingen sluit het aan? Nou, we hebben een aantal genoemd. Groen, bouwinfra, civiel techniek dus. Ja, kaarten. Alles wat met kaarten werkt, dat zou iets mee moeten kunnen. We vonden het ook wel goed dat er eventueel, je kunt kijken of er multidisciplinaire uitdagingen te maken zijn tussen die dingen. De plek ervoor dachten wij aan met name de keusdelen en dan in jaar 1 en jaar 2. En aan het begin hadden we het in de discussie vooral over niveau 3 en 4. Maar later kwamen we erachter van dat er eigenlijk ook wel in niveau 2 en misschien niveau 1, daar moet ook iets van water in terug kunnen komen. Dus overal kan het wat dat betreft terugkomen. Nou, wat zijn ingrediënten? Wij hadden meer algemeen gezegd van het is heel handig als je niet een hele grote module hebt die je in zijn geheel moet pakken, maar dat je onderdelen eruit kan halen en dat je die op je eigen plek in je opleiding kan inbouwen. Dat je daar wat flexibel in bent. Excursies, dat soort dingen zijn allemaal welkom. Dat je daar ergens echt langs kan gaan. Dat je iets kan ervaren. En de manier van presenteren. Nou, de USB-stick is wat ouderwets, denk ik. Maar ik denk dat het handig is als je een platform hebt waar zowel de docent als de student zijn materiaal zou kunnen vinden.
Ja, dat was het. Bedankt. Ja, oké. Okay. Dan Monique Leenders is nummer 2. Ja. Ja, we hebben het wat niet helemaal precies per vraag gedaan. Maar onze algemene uitkomst was, we willen, en vul me gerust aan, werkgroepleden, praktische opdrachten meenemen vanaf het begin van studenten en docenten. Dat is echt iets wat heel erg goed werkt. Dus dat een belangrijk onderdeel in het geheel is. Wat ook gemist werd, wat er gemist werd in het verhaal, was het sociale aspect. Dus eigenlijk van dat leerlingen, die gaan bijvoorbeeld ook aan de slag met het creëren van draagvlak als het gaat over klimaatadaptatie bij inwoners. Nou, hoe zou je dat ook mee kunnen nemen in het verhaal richting de mbo's, dat ze dat bij die vakken mee kunnen nemen. Dan hadden we als onderdeel de koppeling tussen ook het verhaal van de openbare ruimte en ook toch het agrarische verhaal. Dus toch iets breder aanvliegen om ook dat agrarische verhaal erbij te doen. En ook de hele toolkit ook daar wat breder aan te vliegen dan dat die nu voorgesteld wordt. Zo, ik weet niet of iemand daar nog op aan wil vullen of daar voldoende nu op toelicht. Oké, okay. Ja, een minuut is een minuut ook maar. Hè? Dus, ja, dat is heel kort, hè? Ja. Oké, okay, dan gaan we naar Nildert. Ja, wij hebben. Ik heb heel veel meegeschreven. Ik pik er even een paar punten uit, een paar kernpunten. Iemand, die wil ik toch wel even noemen, die sprak eigenlijk een beetje zijn frustratie uit. Die zei van ja, mooie praatjes, mbo betrekken, maar als het gaat om stageplekken, dan komen we van de koude kermis thuis. Want die waterschappen, dat is heel moeilijk om daar mensen stages voor, een stageplek voor te krijgen. Dus nou, dat is iets wat wij als waterschappen denk ik ons wel ter harte kunnen nemen. Dus, en misschien wel een plek zou moeten krijgen in die toekomst, dat weet ik niet, maar... Gerard heeft stageplekken, want die schudt heel hard nee. Oké, okay, nou, dit scheelt ook per waterschap, denk ik. Maar dat is één. Tweede. Voorkomen. Oké, okay, iemand is er instemming. Tweede, even kijken wat ik wil noemen. Oh ja, er werd genoemd dat CIV, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap. Dat, dat is natuurlijk al binnen het MBO. En er werd gezegd van probeer het ook breder in te steken. Die integraliteit werd genoemd. Dat je het als soort kennis- en innovatieplatform, waar ook bedrijven, andere betrokkenen allemaal betrokken kunnen worden. Dus niet alleen vanuit de waterschappen gedacht, zo werd meegegeven. Het praktijkgerichte werd genoemd. Er werd wel enthousiast gereageerd op het idee van het projectmatige. Biedt projecten aan als waterschap, gericht op nou ja, concrete lokale, de lokale praktijk. En. Tot slot werd ook, dat vond ik wel leuk om te horen, van sluit aan bij, zet het neer als een maatschappelijke opgave. Als iets wat, nou ja, algemene kennis, waar ook studenten enthousiast mee worden van, hey, hier, dus dat enthousiasme aanboren. Nou, dat zijn punten die ik eruit heb gepikt. Ik hoop dat het een beetje aansluit bij wat de projectleden zelf ook vonden. Oké, okay. Ja, netjes. Nou, dan gaan we naar de laatste, Bram Rozenbrand. Ja. Ja, precies. Last but not least. Een heel aantal dingen kwamen bij ons ook aan de orde. Zeker ook de nadruk op stageplaatsen. We hebben het ook even over gehad of dat bij de onderaannemers van de waterschappen kon. En werd ook gezegd van kijk dan breder dan alleen de onderhoudsbedrijven die wij in dienst nemen. Maar ook onderzoeksverkenningen bedrijven. Werd geweest op integraliteit, hè? Dus probeer ik een koppeling te maken met eigenlijk verschillende opgaves die er zijn, zoals biodiversiteit en water, kan voor het onderwijs heel interessant zijn. Aansprekende verhalen vanuit de praktijk, dus zowel van medewerkers van het waterschap die op locatie bijvoorbeeld een filmpje hebben over hun werk en wat daar belangrijk aan is, maar bijvoorbeeld ook mensen die de uitdagingen en de problemen ervaren, zoals een akkerbouwer of iemand die drie keer per jaar zijn huis moet uitdweilen omdat het rioolwater weer naar binnen gelopen is. En dat was eigenlijk ook wel een thema wat steeds terugkwam. Hè? Dus er moet echt meer gebeuren om ook de urgentie bij de studenten goed tussen, voor het netvlies te krijgen. Dus we gaan heel snel naar de oplossingen als waterschappen, maar leer ze ook hoe belangrijk het is en hoe groot het probleem is, waar ze een oplossing voor kunnen
aandragen. En zeg maar naast stageplaatsen, het heel erg de vraag van geef ons toegang tot de data die waterschappen hebben en de kennis, bijvoorbeeld ook kennis over wet en regelgeving. En probeer dat te formuleren in casussen die in het onderwijs gebruikt kunnen worden. Omdat het heel moeilijk is om dat vanuit het onderwijs, als je niet in de praktijk van het waterschap zit, dat zelf te verzinnen. Dus daar liggen volgens mij hele mooie kansen voor samenwerking, om dat samen op te pakken. Dus, Ja, Bram, mooi. Ja, en ik vind persoonlijk dat al die docenten die het voortouw nemen en stoer bezig zijn, dat die ook het podium zouden moeten kunnen krijgen en dat er een conferentie wordt georganiseerd op dit gebied, waar ook die waterschappers kunnen laten zien hoe mooi hun beroep is en waar ze allemaal mee bezig zijn. Maar waarbij ook jongeren kunnen laten zien dat zij creatief zijn, meedenken en ook gewaardeerd worden in waar ze mee bezig zijn. Maar er bestaat al zo'n prijs. En Monique Bekkenuten, die gaat ons even daar iets over vertellen. Ja, ja, dankjewel Rob, dat ik hier ook even iets mag vertellen. Ik ben directeur van Koninklijk Nederlands Waternetwerk en dat is de beroepsvereniging voor waterprofessionals. Dus ook de mbo'ers waar we het net over hadden, die hopelijk ook voor de watersector kiezen. En we hebben al sinds jaren een bachelor- en master-scriptieprijs. Die ontzettend goed valt. Hè. Dat is een echt opsteker voor jongelui studenten die dat winnen. En dat hebben we sinds vorig jaar ook voor het mbo ingestoken. En ja, een belangrijk... Carla, mijn collega, zou even wat laten zien op de website volgens mij. Maar ik weet niet of dat helemaal lukt. Maar die waternetwerk MBO-prijs, die wilde ik graag ook even onder jullie aandacht brengen. Het gaat om drie prijzen, de eerste, tweede en derde prijs voor MBO 3 en 4. En voor jongelui die iets met in hun scriptie met water doen of wat relevant is voor de watersector. De jongelui die kunnen zich nomineren, dat mogen ze zelf doen, dat mogen hun docenten doen, maar ook hun stagebegeleiders, dus ook de mensen bij waterschappen. Heb je een goede student met een leuke scriptie, zeg tegen hem of haar dat hij kan meedoen of meld hem zelf aan. Dat kan tot 1 september. Dan hebben we een jury uit de sector die kijken naar de toepasbaarheid en de relevantie van de onderwerpen. De jongelui, de genomineerden, die krijgen een workshop om hun scriptie te presenteren. Dat kan in een posterpresentatie. We hebben ook iemand gehad die heeft een filmpje gemaakt. En ze krijgen een leuk geldbedrag. De prijs wordt ondersteund door de werkgeversorganisatie van de waterbedrijven en door het ANO-fonds van de waterschappen. Dus die zien ook het belang in. En waarom doen we dat nou? We zagen dat het mbo dat heeft naar ons idee soms wel wat meer waardering krijgen. Soms de onbekendheid met de watersector, terwijl het wel maatschappelijk heel relevant is en daarmee ook interessant voor jongelui. Om voor te kiezen. En we willen de jongelui, de studenten in het zonnetje zetten. Het mbo ook en de docenten daarmee natuurlijk ook. En zichtbaarheid en relevantie kenbaar maken. En dan uiteindelijk hopen we dat dat ook positief uitpakt voor instroom. Omdat die wel nodig is bij waterschappen en waterbedrijven zelf of bij aanpalende organisaties. Dus daar zijn we vorig jaar mee begonnen en dat werd ontzettend enthousiast ontvangen. Helaas hadden we vorig jaar online de prijsuitreiking moeten doen, maar dat was uiteindelijk toch ook erg geslaagd. Normaal gesproken mogen de genomineerden hun scriptie pitchen tijdens ons najaarscongres. Dat is dit jaar op 26 november, als het allemaal door mag gaan. En dat is een hele leuke manier om met de sector in aanraking te komen en inderdaad de maatschappelijke relevantie en de integrale benadering kenbaar te maken. Dus ja, ik zou zeggen, zeg het voort. Kijk om je heen of je ook interessante studenten hebt die voor wie dit leuk kan zijn. En het is in alle opzichten een opsteker. Een leuk voorbeeld misschien om te noemen is de prijswinnaar van vorig jaar, Chanel. Die heeft eigenlijk door dat ze opviel met haar prijs en haar pitch,
Ook haar baan eraan te danken. Ontzettend enthousiaste ambassadeur voor het werk wat ze doet, voor het MBO. Dus ja, het geeft inderdaad een beetje die positieve flow waar we het hier ook net over hebben gehad. Dus ja, ik hoop dat we daar, en als wij hierin kunnen samenwerken, en bijvoorbeeld H2O, het is het medium voor de watersector. Als we kunnen ondersteunen om dit een stap verder te brengen, dan doen we dat heel graag. Ja. Ja, mooi. Ik zit een beetje met het woord scriptieprijs. Maken we nog scripties in het MBO? Ja. Geloof ik niet meer. Nou ja, maar de eindopdracht die ze maken. Dus misschien moet je het niet zo letterlijk nemen. Maar misschien moeten we dat nog even opletten op de taalgebruik. Ja. Of wie er een mooi project hebben gedaan op een watergebied. Ja, precies. En daar een filmpje van hebben. Nou, dat gaat helemaal goed komen, dat zie ik wel. En ook de aandacht voor water. Er is heel veel energie, merk ik. En dat ziet er prachtig uit. Ik wil je vragen, zet nog even in de chat wat je ervan vond. En dan hoop ik jullie allemaal tegen te komen op het volgende grote watercongres. Waar al die jongeren en docenten en de waterschappen en zo... laten zien aan elkaar wat voor mooi land je beleven. Want vergeet niet dat wij wereldberoemd zijn op het gebied van water. En dit gaat overal een grote rol spelen. Dus we hebben een mooie weg te gaan met elkaar. Allemaal bedankt. Zet er even in de chat. Mag ik nog wat zeggen? Ja, Gerard, tuurlijk. Ja. Ja. Weet je, we hebben eigenlijk twee dingen met elkaar besproken vanmiddag. Dat is eigenlijk een soort basis, het maatschappelijke stuk. En de echte verdieping, echt het vak inhoudelijke. Ik wil erop opwijzen op een projectgroep maatschappelijke diensttijd. Wat Joffrey met de Stichting Welverwijs nu aan het opzetten en uitvoeren is. En dat... een tussendeel van het MBO gericht tot met niveau 4 om daar kennis te laten maken met water. Er is heel veel meer over te zeggen, maar mag ik voorstellen dat we dat Joffrey stuurt naar alle aanwezigen. En als we een belangstelling hebben, dan moeten we maar even bij Joffrey. Oh. Dankjewel. Gerard, ik heb natuurlijk alle mailadressen, dus als je mij dat stuurt, dan stuur ik het naar iedereen. Ja? Ja, fijn. Ja. Ja, en misschien mogen we de PowerPoint ook delen, die mooie PowerPoint. Dan sturen we dat jullie allemaal toe. En het is nog opgenomen ook, dus iedereen kan nog verder meegenieten. Ja? Oké, Neel, nog een afsluiting. Het was jouw initiatief. Ik heb net in de chat gezegd, hartelijk bedankt. Ik vind het verrassend dat we nog voor de tijd, dat gebeurt niet vaak, dat we zo ruim binnen de tijd. Dus ik zie dat we stipte docenten te maken hebben allemaal. Nogmaals, heel hartelijk dank. En we houden jullie op de hoogte. We zullen hiermee aan de slag gaan. De zomervakantie komt eraan natuurlijk. Maar op een gegeven moment in september verwacht ik dat we weer misschien wat nieuws te melden hebben. En we hebben jullie via Rob jullie contactgegevens. Dus nogmaals, hartelijk dank. Rob zelf ook trouwens. Hartelijk dank voor jouw rol hierin. Graag gedaan. Jullie ook allemaal.